Het gevoel waar ik naar op zoek ben in mijn werk heeft heel erg te maken met rust en balans. Dat maakt het denk ik heel herkenbaar. En ook de manier waarop ik het schik. Want er wordt wel heel vaak over mijn werk ook gesproken van het zijn geometrische vormen. Maar ik denk wel dat ik daar mijn eigen manieren en mijn eigen weg in heb gevonden. Voor mezelf zit er een diepere laag in. En dat is eigenlijk dat mijn werk altijd reflecteert op gebeurtenissen. Dus dingen uit mijn verleden die ik heb meegemaakt. Of dingen in het moment waar ik mee bezig ben. Vele fietstochten, de rust en de vrijheid. En de kleuren. En het schuim in de zee. Mijn werk ontstaat ook altijd uit eerder gemaakt werk. Dus ik ben eerst begonnen met tekeningen. Tekeningen op oude boekpagina's. En toen kwam ik erachter dat op de achterkant illustraties stonden en dat mijn inkt doordrukte. Dus dat een spel met elkaar aanging. Ik vind het heel tof om te zien hoe jullie mijn werk interpreteren. Zoals het ook op platen hoe ze gaat. Ja, zo is dat met kleding ook. Als je je werk ergens voor uitleent, dan gaat dat wel een ander leven leiden. En dat vind ik heel interessant. Die print en die plek en de persoon die erachter zit, dat is gewoon, dat blijft.